Zo'n 30 mensen zijn zondagavond in Deurne bijeengekomen om te demonstreren tegen juweliersvrouw Marina Sanders. Het protest startte rond 8:30 en duurde een dik half uur. Enkele inwoners van Deurne hebben zich tegen de demonstranten verzet. De politie was aanwezig om het protest in goede banen te leiden. Op diverse spandoeken zijn leuzen te lezen als Nederlands rechtssysteem faalt en Marina is geen held. De demonstratie verliep rustig en er is niemand opgepakt. Naast de actievoerders kwamen er ruim 100 mensen uit Deurne op de demonstratie af.